Ongeveer zaterdag won het uitduel bij NKVV uiteindelijk met 0-4 naar een 0-1 ruststand. Ja, Geert-Jan de Bloekoer, 0-4 overwinning, degelijke zakelijke overwinning. Ja, we hebben gecontroleerd en ik vind dat we het netjes gedaan hebben zo. Nou, ook een keer de kansen afgemaakt, dus dit is positief. In het begin dacht ik even van, zetten jullie gelijk druk op NKVV. We werden ook gelijk in die eerste 2-3 minuten kwamen jullie er goed door. Ik denk, nou, dat belooft veel. Maar daarna stokt het een beetje. Ja, die hebben echt de bus parkeerd. En die deden het eigenlijk heel goed. Het is voor ons zoeken om er door te komen. Op een gegeven moment gooi je er dus een paar keer door. Je maakt hem net niet. Ja, en dan kregen hun ik geloof 1 of 2 kleine mogelijkheden, denk ik. En daarna hebben we gewoon weer gecontroleerd, maar echt mogelijkheden kwamen we eerst niet aan. Nee. Dan na een half uur komt die 0-1 van Guido de Kater. Nou, mijn avond leert eerst van buitenspel voor de actie ervoor. Je lacht een beetje, was dat zo goed? Nou, ik geloof als hij, ik denk 10 keer buitenspel heeft gegeven. Dus eentje die zal er sowieso niet, of misschien wat meer dan wat niet. Maar hij vlacht er eigenlijk overal voor, dus dat... Het blijft vervelend, hè? En dan willen we onze grensrechter ook niet goed praten, daar gaat het niet om. Maar het blijft vervelend wel met de neutrale of met de clubgrensrechter. Ja, maar daar kun je niks aan doen. Kijk, hij vlagt natuurlijk voor zijn kant en wij vlaggen voor onze kant. En als het een kilo is, dan gooien ze hem in de lucht en dat is wel frustrerend, ja. Je kunt er niks aan doen, maar is het misschien toch voor de aanvallers misschien toch zaak om dan net even dat stapje terug te doen? Eerst, of is dat gewoon lastig? Ik denk dat het lastig is. Ze proberen het wel, maar op een gegeven moment je wordt gewoon geduwd. En dan geef je op een gegeven moment van achteruit zo sneller de lange bal. En dan kun je die eigenlijk niet zien als het nou net niet buitenspel is. Oh, dan kom je op 0-1. En dan is het wachten eigenlijk op die 2-0, maar die valt maar niet. En jullie creëren wat dat betreft weinig in de eerste helft. In de eerste helft stonden hun hier gewoon goed. En hun liepen gewoon met de bal mee. En we kwamen telkens net niet door. Of net de eindpaas kwam niet. Aan de tweede helft, Swiers die maakt een bevrijdende tweede en dan loop je zo uit. Eindelijk scoren jullie ook uit de standaard situatie. Hè? Je kreeg er veel tegen in het begin van het seizoen, maar nu zelf eens een keer. Ja, inderdaad. Swiers die staat er telkens wel, maar het komt net niet. En nou valt hij precies goed en ik had hem heel hard in, onhopen voor de keeper. Ja, en dan speel je hem ook zo uit en dan kan het ook zo 5-6-0 worden eigenlijk. Ja, toen knakte hem niet, geloof ik, toen als die tweede was. Eigenlijk liepen we hem speelsgemaakt op een gegeven moment door. Dan mogen ze blij zijn dat het maar 4-0 blijft, denk ik. Dan is het lekker dat Jesse de Haas ook even weer een doelpuntje meepikt. Ik denk dat dat voor hem helemaal lekker is, ja. Nou goed, uiteindelijk wordt het 0-4, ook nog door Ruben de Haas. Nou goed, dan pak je hier de punten. Ik heb het vanmiddag bij Radio Hoogeveen even gezet. Hoogeveen heeft een verleden, ook op zondag hoor, van tegen de Lagen gaat het nog wel eens mis. Wat dat betreft doen jullie dit jaar wel goed. Ja, de Lagen, dan pakken we inderdaad de punten vorige week. Hadden we misschien een minimale punt moeten pakken, maar nu doen we ook weer goede zaken. En volgende week moeten we ook weer 3 punten halen, dan zijn we gewoon verplicht. Ja, de FDS die wint vandaag van Zweel, die ploeg staat op 8 punten. En het gaatje met de rest is weer 5 met Bruchtenveld en met Zweel. Ja, dat biedt natuurlijk wel perspectief weer. Alleen jullie lopen natuurlijk wel steeds achteraan. Hè? Je kunt geen foutje permitteren. Ja, eigenlijk niet, nee. Maar eigenlijk zijn we verplicht om elke wedstrijd 3 punten te halen. En, en zolang als we gewoon blijven zorgen en we houden 0 achterin, dan kunnen we een hele grote stap maken naar de tweede periode, denk ik. Ja. Nou goed, nog een weekje vrij en dan alweer de laatste competitieronde. Nee, er komt er nog eentje, er komt er nog 2 inderdaad. Maar daarna Angerslo volgens mij uit, dacht ik. Af thuis. Ja, en dan weer uiteindelijk weer Bruchtenveld. En volgens mij vergeet ik er iemand. Maar in ieder geval maakt het niet uit. De goede reeks is in ieder geval wel ingezet. Ja, dat proberen we wel. Ik denk ook, zo'n wedstrijd FDS kun je gewoon verliezen natuurlijk. Ja, maar het is, zolang als wij de nul houden, dan vallen op hem de doelpunten zelf wel. En het is toch concentratie wat wij zelf achterin moeten houden om die nul te houden. Ja. Dus, zodra ze dat helemaal voor elkaar hebben, dan kan ons denk ik geen club meer wat maken. Volgende week maar lekker genieten van de derby's tegen HZVV. Ja, dat is al sowieso een lekkere wedstrijd voor elke Hogeveen, denk ik.